Kijk hem bouwen voor zijn leven. Als hij die trap inloopt, ga ik zo hard lachen. Maar je moet niet alles voor de subs gaan doen. Ik heb echt een paar mensen waar ik denk van, oh shit man, als je zo door blijft gaan, nee. Nee, dat is echt waar. Ja, die skin is sick, hè? Skin is nice. Trouwens, dit is een hele oude Games for Real trui, dan weten jullie dat. Die is ook niet meer te koop. Dat was echt een van de eerste trui. Hij is ook bijna te klein, maar ik vond hem gewoon leuk. De skin is zo ziek, ja, ik vind hem ook echt nice. Ga met Roy, het boeit niet dat twee livestreams samen zijn, maakt niet uit, dat is leuker. Nee, dat was niet leuker. Weet je waarom? Als ik een donatie krijg, dan lul ik door vol door zijn stream heen. Krijg hij een donatie of een sub, weet ik veel wat. Zo gaat het hele tijd heen en weer. Zo verpesten we elkaars stream, dat is niet chill. Skin is niet mooi, ik vind hem echt fucking prachtig, man. Dit is dé skin gewoon die erin moest. Wacht, let op, ik ga vol door het raam heen. Ik zag hier een blauw tactical. Kijk, mijn ogen wenkies, jongen. Oh. Echt, jongen, soms denk ik echt van, hoe kan ik dat gewoon zien, hè? Ik weet niet of jullie het opgevallen was dat deze shot in hier lag. Damn. Kijk eens. Blauwe loot is altijd wel nice. Ik merk dat de lag nu minder is, man. Het was even die donatie shit en dat ik even mijn settings op moest slaan en weer moest refreshen. Okay, de bonjour, dit even hier. Die her. Ja, prima. Dit is lekker, man. Deze loot. Okay, de bonjour. Gaat hij... Oh, bijna. Ik heb mijn tactical. Oh my god. Ik ben hem aan het zoeken, die kerel. Hij zit hieronder. Maat, jongen, wat een kerel. Dit bedoel ik, de tactical zo bouwt. Oh, kijk hoeveel hits ik nodig heb, man. Maar we hebben hem. Ik vind de tactical gewoon te slap. Voor mij mag hij wel wat sterker. Oh, Dillo! Je hebt toch een pump? Ja, maar als je geen pump hebt, dan ben je de lul. Want als je een pump tegenkrijgt, die wint instant gewoon. Instant. Instant pump win. Kijk, ik heb gewoon een blauwe tactical. Het is niet eens dat ik de groene heb, maar gewoon een blauwe. Dus een rare variant. Alleen die, zelfs die kan niet zoveel. Maar ze moeten hem ook niet te... Gewoon een beetje. Iets sterker. Maar niet te veel. Het enige... Kijk, dan moet je wel weer kijken naar de paarse. Die is perfect. Alleen dan moet je eigenlijk de paarse moet je niet sterker maken. Ja, eigenlijk, ja, ik weet niet, man. Het is een beetje chaotisch wat ik erover denk. Ik ga wel even weer zo'n boog meenemen. Dat is gewoon de shit. Ik vind gewoon... Het kan ook aan mij liggen dat ik gewoon niet met de tactical om kan gaan. Dat kan het ook gewoon zijn. Ik ben altijd die een beetje op de medium afstandjes blijft. Met shotguns. Zodat ik... Ja, weet ik niet. Dat doe ik altijd. Oké, dit is... Doe eens normaal, doe normaal. Doe normaal, kill. Oh. Nou, dat was een korte tijd, boog. Maar ja, ja, lekker. Ik hou nu... Oeh, shit, ouwe. Ik dacht even serieus dat het op mij was. Kissy. Dit is lekker. Ik ga gewoon op die schoot af, fuck it. Bij de fabriek, man. We gaan erheen. Ja, man, de lag is gewoon weg. Oh, weet je hoe chill dit speelt, man. Ik heb nu een raam naast mij open.
Nou, zie, nou heb ik zo'n gloed van licht op mijn beeldscherm. Dat is wel een kut iets. Oeh. What the fuck? Hey. Doei. Nee, ik heb een tactical freeze. Ja, hij had een pump. Oh, niet eens. Ha. Die pijlenboogdingen zijn zo leuk, hè? Eigenlijk wou ik ook terugschieten met zo'n ding. Kijk, pump, dat is lekker. Is hij naar beneden gesprongen, joh? Hij zit sowieso nog in die fabriek, denk ik. Het is wel een guy die van afstand al begon te schieten. Heel veel noobs doen dat al niet meer, what the fuck. Ik weet niet of die kerel hier nog zit, hè? Ah, boeien. Ja, ik vind ook het weer een beetje verdorie. Oh, fuck. Oh, dat is niet leuk. Ja, ik heb niet zoveel bouwmateriaal, dus ik ga dat niet doen. Oh, wat de hel? Dat was die guy die ik zocht. Oh my god. Hi. Doe het alsjeblieft niet, vriend. Alsjeblieft. Nee, denk slim. Denk slim, vriend. Ja, sorry dan. Oeh. Dat was wel een voordeel van de blauwe tag. Dat was nice. Hij had me nog bijna, man. Die sneeuwguy, man. Sneeuw. Oh, shit. Die kerstkerel. Deze vriend. Hij heeft gewoon fucking... Oh, okay. Dat is wel een gevaarlijke gozer geweest. Maar we hebben hem. We hebben ze alle drie zelfs. Oeh. Lekker. Voor de mensen die trouwens nu nieuw net in de stream zijn gekomen. Ik ben een beetje ziek. Dus ik ben niet heel hyper. Wat ik normaal altijd wel ben. Ik ben gewoon... Ja. Kan, hè. Maar ik wou gewoon live, weet je. Ken Gaburin. Dylan, ben je groot fan. Hey, Tim. Timme, super bedankt, jongen.
Super dope. Dat is altijd mooi om te horen. Sowieso jongens, kunnen we even allemaal even een spam krijgen in de chat? Als je naar de Dutch YouTube Gathering gaat, op zondag. Wacht even jongens. GG. Jongens, wat ik dus wil zeggen. Als je op zondag naar de Dutch YouTube Gathering gaat. Zet dan even een 1 in de chat. In de chat, gewoon een eentje. Gewoon een nummer 1. Dan weet ik een beetje hoeveel kijkers van mij daarheen gaan. Ik wil jullie guys natuurlijk wel gewoon ontmoeten. Dan weet ik een beetje wat ik kan verwachten, weet je. Oké. Ik zie heel veel eentjes in de chat. Oh. 3, verdorie. Oké, dat is wel mooi. Dus er gaan wel fucking veel mensen heen. Oké, daar ben ik benieuwd. Weet je, laat gewoon een afspraak maken, jongens. Ik ben natuurlijk... Het is mijn eerste keer dat ik naar de Dutch YouTube Gathering ga. Het is ook gelijk het jaar dat ik gewoon best wel gegroeid ben op YouTube. Dus voor mij is het ook helemaal nieuw en zo. Ik heb sowieso... ben ik nog nooit eigenlijk... herkend eigenlijk op... gewoon in het echt... Dus ja, voor mij gaat het natuurlijk heel spannend worden op zich. Want tja, ik ken jullie allemaal niet. Jullie mij wel, dat is altijd een ding. Maar jongen, kom gewoon lekker naar me toe, jongens. Gewoon lekker, ik ga vloggen ook. Dat wordt helemaal een ding. Ik ga gewoon vloggen. Dus als je in de vlog wil komen, prima, jongen. Maar één ding wel. Blijf wel een beetje gewoon chill, weet je. Dus niet te hyper doen. Ja, hyper mag wel, maar... Laat het een beetje netjes houden. Gewoon leuk voor iedereen. Ik weet niet hoor, maar ik heb heel vaak gezien dat mensen gewoon zo dom doen en gewoon helemaal... Ja, gewoon dom doen. Ja, en dan kunnen we gewoon een praatje maken, fotootje als je wil. Handtekening persoonlijk, ja... Mag je vragen? Alleen, fotootje is toch wat leuker, zeg ik eerlijk. Want ja, iedereen wil natuurlijk mijn mooie kop op zijn foto hebben staan. Waar is deze kerel heen dan? Hallo. Er is net een kerel dood gegaan daar. Waar is die chap nu dan? Hij is hierheen gegaan, denk ik. Dus iemand net hier, daar, vermoord, denk ik. Maar die kerel die dat heeft gedaan is gewoon nergens te bekennen. Laat maar. Dat is een big bullet in je bibs. Oh, dit wordt zo... fuck dat, 1 pump, let's go, yeah. Hout. Oh, we hebben al genoeg. Lol. Ja, die... Nou, dat is kut, man. 1 pump kan. Het kan, natuurlijk. Maar het is echt zoveel kutter, gewoon. Oh, ik zie daar schoten vanaf boven. Op een kerel hier. Nou weet deze gast ook dat ik hier zit. Karim. Oh, ik heb 11 rockets, lekker. Jammer, iets hoger.
geraakt word door het kutding, die crossbow daarboven, dan ben ik ook de lul. Hoi, yo, de koeken. Ah, fuck man. Nog een yo, die vindt het shield, jongen. Doe nou niet zo onaardig, man. Ik had die rocket express gemist voor je, man. Nou, dan gaat je beest maar naar de poepie. Poepie. Ik weet niet waarom dat zeg, jongens. Ik ben helemaal high gewoon. Spijt me. Vriend, jouw beest gaat naar de pokken. Kom, doe nog één keer dat. Moeten we recht in die base zien te schieten. De kerel is flink irritant. Gewoon zijn onderkant weer. Doei. Ik ben zo irritant voor die kerel nu, hè. Spijt me, my dude. I need the kills, bro. Kogels mochten ook wel raak gaan daar. Bij die boom zit een kerel daar. Hebben we toevallig een lifepad? Nee. Hij dat? Ik wil dit editen. Ah, oké. Okay.
Cord en launchpad. Deze keer had er al een rocket launcher. Oké, wacht. Snipe hebben we niet nodig. Nou, die hij had ook niks. Ik wil die boog hebben, man. Een end boogkill! Keer aan het doen. Zullen we gewoon Rambo nadoen, jongens? Ik heb het eigenlijk wel genoeg gehad met deze kerel. Rambo maar doen, jongens. Ja. Woe! Kijk hem bouwen voor zijn leven. Als hij die trap inloopt, ga ik zo hard lachen. Kom, vriend. Ja! GG! Oh shit!